Hoi, in deze video duiken we in de wereld van de supermarktbijbaantjes. Ja, daar gebeuren dingen die niet mogen en misschien wel zonder dat jij het weet. Maar ja, als ik ziek ben, dan ben ik echt ziek en dan wil ik niet komen. Dan zegt hij waardeloos allemaal weer, Koen. Ik denk dat het een uur of zeven was dat ze tegen iedereen zeiden, ja, jullie moeten verplicht tot 10 uur doorwerken. Mag dit? Nou, nee. En daar kan jij iets tegen doen. Wij hebben voor je uitgezocht wat er zoal misgaat in de supermarkten en ook wat je rechten zijn. Ja, dus gooi nu alvast een duimpje omhoog voor deze video. Ja, want wij bespreken hier aan tafel de klachten die we regelmatig terugkregen van de supermarktmedewerkers. 1 op de 3 werkende jongeren werkt in een supermarkt. Ja, vakken vullen, kassawerk, dat is best wel populair. Heb jij ooit een supermarktbijbaantje gehad? Nee, geen supermarktbijbaantje. Ik gaf altijd tennisles. Leuk. Ja, jij? Ja, ik heb dus 2 jaar achter de kassa gezeten. En dat was best wel prima. Alleen moest ik dus wel eens overwerken zonder hiervoor betaald te worden. Nou, en ik dacht dus, was ik eigenlijk de enige met deze problemen? Daarom vroeg ik jullie via ons Insta-account om een vragenlijst in te vullen. En dat hebben jullie bijna 5000 keer gedaan. Echt, thanks hiervoor. Ja, nou is dat geen officiële enquête, omdat die vooral is ingevuld door mensen die ons volgen. Maar het geeft wel een goed beeld van de problemen die spelen. En we hebben ook nog eens 2 weken lang met bijna 200 supermarktmedewerkers gebeld. En dit zijn ze. Meer dan 200 klachten. We hebben vooral gekeken naar Albert Heijn en Jumbo, want daar hebben medewerkers bij ons het meest over geklaagd. Ook wel een beetje logisch, want dat zijn de grootste supermarkten met de meeste medewerkers. Ja, en er werd het meest geklaagd, net als jij, Nisreen, over doorwerken naar je dienst. Ik heb wel eens moeten overwerken en dan kreeg ik daar niet voor betaald. Tot de 2 uur, of 3 ook soms. Als de winkel om 9 uur sluit, dat je dan om 10 uur klaar bent. En daar krijg ik dan niks extra's voor betaald. Supermarktmedewerkers moeten soms na hun shift langer doorwerken, maar krijgen daar niet altijd voor betaald. Meestal gaat het om een kwartiertje of een half uurtje, maar in extreme gevallen moeten ze 2 uur onbetaald overwerken. Hi. Hey. Goeiedag. Nou, zet je fiets neer, kom zitten. Yes. Hoi. Zo, ik ben Jeroen. Janice. Hey Janice. Janice, jij werkt in de supermarkt, hè? Ja, klopt. Meestal werk ik tot sluitingstijd en dan moet ik vaak overwerken. Dus dat zou dan gaan om 15 minuten of 30 minuutjes. En daar krijg ik niet voor uitbetaald. Ik denk dat het 1 uur of 7 was dat ze tegen iedereen zeiden, ja, jullie moeten verplicht tot 10 uur doorwerken. Ook door de week, als ik gewoon naar school moet, dan is het vaak dat ik om 10 uur tot 10 uur ingepland sta. En dat ik tot 10:30 moet werken, een hele enkele keer tot 11 uur. En dat is best wel vervelend, want als je dat allemaal opstapelt, dan loop je best wel veel geld mis. En het is gewoon, ik wil liever naar huis. Ik wil daar niet nog langer blijven, zeg maar, dan dat ik... Wordt betaald. Maar in dit geval verplichten ze gewoon iedereen om te blijven. Stel je hebt een afspraak om 9 uur. Ja, dan had je dus wel een probleem, ja. Behalve dat het niet heel chill is om langer door te werken dan eigenlijk zou moeten, mag het ook helemaal niet als het niet met je wordt overlegd. Vaste afspraken tussen jou en je baas staan in de cao. Dat zijn afspraken die alle supermarkten hebben gemaakt met al hun medewerkers. En daar ben ik even ingedoken en daarin staat dat overwerk altijd in overleg moet gaan. Ja, je baas kan je dus niet dwingen om langer te blijven als je eigenlijk weg wil. Ook staat erin dat alle extra tijd uitbetaald moet worden. Dus is het maar een kwartiertje, even mandjes opruimen, je krijgt altijd geld. Maar je baas kan er ook voor kiezen om die extra gewerkte uren op te schrijven. En die worden dan uiteindelijk weer omgezet in vrije tijd. Maar ook over die vrije uren moet je gewoon doorbetaald krijgen. Het is gewoon een landelijk probleem, want het gebeurt van Groningen tot aan Limburg. Het gebeurt gewoon overal en we krijgen steeds hetzelfde terug. We gaan door naar het volgende probleem. Je hebt er vast wel eens over gehoord dat je werkzaamheden doet op dit niveau, maar dat je wordt uitbetaald op dit niveau. Dat je dus bijvoorbeeld gewoon in loonschaal A zit. Terwijl als je kijkt naar je werkzaamheden, dat je eigenlijk in loonschaal B zou moeten zitten. En dat kan je dus ongeveer €1 per uur schelen. Ik ben er laatst achter gekomen dat ik handelingen doe als cashier B maar uitbetaald wordt als cashier A. En daarnaast het probleem met ons salaris. Want we zijn erachter gekomen dat wij als cashier B's niet worden uitbetaald als naar onze functie, dus eigenlijk onderbetaald worden. Let goed op, want dit is een lastige. Want wanneer heb je nou recht op het loon uit een hogere schaal? Nou, pakken we weer even de cao met afspraken erbij. Ja, want supermarkten kijken dus op 2 manieren naar de cao. Jumbo zegt, als jij 1 jaar achter de kassa zit, dan ga je automatisch van schaal A naar schaal B. Je gaat dus meer verdienen. Ja, maar toch houdt Jumbo zich niet altijd aan die afspraken.
want we hebben meerdere medewerkers gesproken die nog altijd ten onrechte in een te lage schaal zitten. Ja, en Albert Heijn zegt weer, we kijken niet naar hoe lang je werkt, maar naar wat voor werk je doet. Het gaat dus echt om het soort werk. Ja, maar ook Albert Heijn houdt zich niet altijd aan zijn eigen regels. We hebben bijvoorbeeld medewerkers gesproken die achter de servicebalie staan of die bijvoorbeeld de winkel moeten sluiten, maar daar niet betaald naar krijgen. Zoals bijvoorbeeld Koen. Maar jij werkt in de Albert Heijn, hè? Klopt, ik heb 2 jaar achter de kassa gewerkt. Oké, en wat moest je daar allemaal doen? Geld afromen, achter de informatiebalie staan, kassa bedrijfsklaarmaken. Maar dat zijn allemaal werkzaamheden die eigenlijk in functieschaal B horen. Maar waar krijg jij in betaald? Ik werd betaald in functieschaal A voor de volle 2 jaar. En als je achter de servicebalie moest staan, was dat dan iets structureels of was dat af en toe? Dat was echt 1 keer in de week, soms nog wel vaker. En scheelt dat veel? Het scheelt ongeveer 1 euro per uur, maar over 2 jaar is dat natuurlijk heel erg veel geld. Ja, dit is natuurlijk best wel zuur. Ja, zoals we al eerder zeiden, ook andere supermarkten zoals de Jumbo houden zich niet altijd aan die afspraken uit de CAO. En er is ook geen touw meer aan vast te knopen als iedereen die lastige tekst maar weer op een andere manier interpreteert. Ik heb even behoefte aan een jurist. Aurea, melden bij de NOS alsjeblieft. Hoi, hallo, Nisrien. Aurea. Sorry, ik zweet, maar ik ben te laat. Maar we kunnen gaan zitten, denk ik. Ja, laten we een rustig plekje zoeken. Heel veel jongeren geven aan dat zij functies doen die in schaal B horen, maar betaald worden voor schaal A. Verschilt best wel iets in salaris. Mag dat zomaar? Nee, dat mag niet. Als jij met je werkgever hebt afgesproken dat jij werkzaamheden vervult in schaal B, dus als bijvoorbeeld als countermedewerker, maar je wordt betaald volgens schaal A, dan moet je naar je werkgever gaan en zeggen dat dat dus niet klopt en dat je gewoon het loon wilt dat hoort bij schaal B. Oké, conclusie. Je kan dus klagen bij je teamleider als ze je in een verkeerde loonschaal uitbetalen. Probeer dan duidelijk aan te tonen waarom dat zo is, door bijvoorbeeld je werkzaamheden bij te houden. Ja, je kan bij je eigen supermarkt opvragen welke werkzaamheden bij welke loonschaal passen. Nou, mocht je leidinggevende je nou geen gelijk geven terwijl je dat wel hebt, dan stuur je maar dit filmpje door. Probleem 3. Stel je voor, je wordt wakker, misselijk, buikpijn. En je kan echt niet werken. Nou, dan wil je je dus ziek melden. Alleen krijgen wij van supermarktmedewerkers te horen dat ze dan zelf op zoek moeten naar een vervanger. Dan zeggen ze altijd, ja, ga het maar proberen, neem een paracetamolletje. Maar eerst moet je wel zelf vervanging gaan zoeken. Toen ik mijn enkelband had verrekt, nog steeds achter de kassa moest gaan werken, mezelf niet eens ziek mocht melden. Soms vraagt je baas uitgebreid naar wat je hebt. En vervolgens zegt hij dat je maar een paracetamolletje moet nemen en alsnog moet komen. En er zijn meer ziekmeldstruggles. Ik kan me dan ziek melden door te bellen of een appje te sturen. Vaak willen ze dat je belt. Maar dan wordt er wel meteen nog gevraagd aan mij of ik nog vervanging kan regelen. Nou, je moet je in principe voor 8 uur 's ochtends ziek melden. Maar als je dat later doet en je kan bijvoorbeeld ziek naar huis gaan vanuit school, dat kan. Dan is het maar net wie je aan de lijn krijgt of je dan zelf op zoek moet naar vervanging of dat ze zeggen veel beterschap en rust goed uit. Vaak zeggen ze ook van neem gewoon een paracetamol, kom het proberen voor een paar uurtjes. Maar ja, als ik ziek ben, dan ben ik echt ziek en dan wil ik niet komen, zeg maar. Wat voor kritiek krijg je dan van je leidinggevende? Dat ik op moet passen met hoe vaak ik me ziek meld, maar ook met mijn gedrag. Dat mijn gedrag er niet aanstaat, dat ik te bij de hand ben. En als ik dan niet oppas, dat ik dan geen contractverlenging krijg. Dus je meldde je ziek, toen kreeg je een appje van je baas. En wat stond erin? Hier, ben je er morgen? Zeg ik nee, denk het niet. Dan zegt hij, waardeloos allemaal weer, Koen. Waardeloos allemaal weer, Koen. Maar dat is toch heel naar om te horen als je gewoon ziek bent? Ja, zeker. Oké, hoe ging het toen verder? Toen zei hij, Koen, kun je morgen om 2 uur beginnen. Voelde je al beter? Nee, ik had gewoon griep, dus dat ging gewoon niet. Nee. Toen zei ik, ik denk dat ik morgen nog steeds ziek ben. Toen stond er, volgende week zaterdag sta je erop van 17 tot 22 op de kassa. Dat wordt 18 tot 22 in de winkel. Voortaan werk je in de winkel. Ja. Dus gewoon via de WhatsApp werd mij een demotie medegedeeld eigenlijk. En een demotie, even voor de duidelijkheid, dat is dus het tegenovergestelde van een promotie. Hij mocht dus geen kassa meer draaien, maar hij moest voortaan in de winkel werken. Ja, en het werd nog erger. Ik heb die week ook ontslag genomen, omdat het gewoon was echt geen werkbare situatie meer bij de Albert Heijn. En ik heb zelfs met iemand gebeld die op de fiets een aanrijding had gehad met de auto. Nou, haar been lag open, ze wilde zich ziek melden, maar toen kreeg ze van haar teamleider te horen, als je nu niet komt, hoef je nooit meer te komen. En toen? Nou, toen is ze dus nooit meer ingepland.
ziek is ziek. Als een werknemer ziek is en dat gewoon netjes aan zijn werkgever meldt, dan mag hij niet gehouden worden om alsnog op werk te verschijnen of om vervanging of iets dergelijks te regelen. Daar is de werkgever zelf verantwoordelijk voor. Dit zijn de belangrijkste twee dingen die je moet weten over ziek melden. 1. Als je ziek bent, moet je dat natuurlijk zo snel mogelijk doorgeven, maar je hoeft niet precies te zeggen wat je hebt. En je baas mag dat ook helemaal niet aan je vragen. Als hij denkt dat je je aanstelt, dan moet hij maar gewoon een bedrijfsarts langsturen. Ja, en als je ziek bent, hoef je echt niet zelf een vervanger te regelen. Dat verzoek kun je dus gewoon weigeren. Ziek is ziek. Ja, maar Nesrine, even eerlijk. Heb jij je ooit wel eens ziek gemeld, terwijl je dat eigenlijk niet was? Ja, zo vaak. Nesrine is dus best wel een aansteller, maar het is dus ook best wel moeilijk voor supermarkten om te bepalen of iemand echt ziek is. En jullie vonden trouwens ook heel veel dingen wel leuk aan jullie baan, dat hebben we ook aan jullie gevraagd. Zo vinden jullie bijvoorbeeld het klantencontact heel leuk en de werksfeer onderling is vaak heel goed, hoorden we. En het is best wel makkelijk om snel verantwoordelijkheden te krijgen. Ja, nou dat is goed dat je dat zegt, maar we hebben natuurlijk nog steeds die stapel klachten liggen. Dus jij ging op pad. Het is hoog tijd om jullie klachten, deze allemaal, voor te leggen aan een supermarkt. En ik ben hier bij het hoofdkantoor van de Jumbo in Veghel. En ik ga eens even kijken of ze op jullie klachten willen reageren. Hallo, ik heb een vraagje. Ik ben Jeroen. Ik heb een onderzoek gedaan naar bijbanen in de supermarkt. We hebben heel veel klachten gekregen. En die wil ik graag aan iemand voorleggen. Ik moet dus even wachten binnen. Maar als het goed is, komt er iemand aan. We hebben klachten gekregen. We hebben een onderzoek gedaan en we hebben in totaal meer dan 80 mensen gesproken die bij de Jumbo werken. Die werken door het hele land. Ja. Het eerste is namelijk dat ze zeggen dat ze zich niet of nauwelijks ziek kunnen melden. Okay. Als ze zich ziek melden, dan krijgen ze te horen zoek zelfvervanging. Ja. En in sommige gevallen krijgen ze zelfs te horen neem een aspirintje en kom gewoon. Okay. Ja. Daar hebben we veel klachten. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Allereerst niet best dat er veel klachten zijn. We hebben afgelopen vrijdag al een en ander van jullie ontvangen. Mm-hmm. Daar zijn wij deze week gaan onderzoeken van wat er nou precies speelt. En proberen we gewoon met medewerkers individueel mee in gesprek te gaan. Ja, maar het is gewoon een landelijk probleem. Want het gebeurt van Groningen tot aan Limburg. Het gebeurt gewoon overal en we krijgen steeds hetzelfde terug. Ze kunnen zich niet ziek melden en als ze zich ziek melden, dan krijgen ze te horen zoek vervanging. Ja, ik vind het hartstikke fijn. Het is echt geen Jumbo-beleid. Ziek is ziek. Ziek is ziek. Dus een tweede klacht die we vaak kregen, is dat ze moeten overwerken, maar daar niet betaald voor krijgen. Soms wordt er gewoon standaard een kwartier of een half uur bij je dienst geschreven. Ja. Als je bijvoorbeeld aan het vakken vullen bent. Ja, super vervelend. Wordt niet uitbetaald in sommige gevallen. Ja. Of niet gecompenseerd met vrije tijd. Wat vindt u daarvan? Nou, hiervoor geldt eigenlijk zelf gewoon geen Jumbo-beleid. Dus ook die 80 klachten, daar gaan we echt induiken. En wat daar nou precies aan de hand is. Want de derde klacht is dat er gewoon mensen zijn die worden ingeschaald in schaal A. En die moeten eigenlijk in schaal B zitten, want ze doen gewoon werkzaamheden in schaal B. Ze staan achter de servicebalie op structurele basis, maar ze krijgen daar gewoon niet naar betaald. Nou ja, daarvoor vind je daarvan? Geldt eigenlijk ook van, hè, als je in zo'n functie begint als kassamedewerker, dan begin je in A en na een jaar stroom je automatisch door naar B. Dat is het beleid en zo staat het ook in de CAO, dus en dat is hoe wij het ook uitvoeren. Nou, als het blijkt dat dat niet goed wordt gedaan, dan moet dat ook rechtgetrokken worden en dat zijn we nu ook aan het onderzoeken. Eén ding is duidelijk, dit is geen Jumbo-beleid. En we hebben ook contact opgezocht met de Albert Heijn. En het was niet zo heel makkelijk om ze voor de camera te krijgen, maar het is ons toch gelukt. 107 medewerkers hebben wij gesproken. En zij geven onder andere aan dat zij lopen tegen onbetaald doorwerken, tegen ziek melden en tegen de verkeerde loonschaal geplaatst worden. Laten we even algemeen beginnen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk heel vervelend om te horen. Wij willen graag dat onze collega's met plezier bij ons werken. We hebben een CAO, daar moet iedereen zich ook aan houden. Dus ja, ik zou ook iedereen willen oproepen die dit soort problemen ervaart, om dat vooral te melden. Het is op zich niet erg als iemand wordt gevraagd of hij een half uurtje langer wil werken. Hè? En dat staat iemand dan ook vrij om daar ja of nee tegen te zeggen. Maar het half uur moet wel gewoon uitbetaald worden. Dat is niet oké. Als je ziek bent moet je thuis blijven. Ja. Ja. Daar is geen twijfel over mogelijk. De supermarktmanager is verantwoordelijk voor het zoeken voor vervanging als iemand ziek is. Ja, dat is, zo zou het moeten gaan. Ja, voor Albert Heijn geldt dat je betaald krijgt voor het werk wat je doet. Als onze collega's het gevoel hebben dat ze werk doen wat niet bij hun schaal hoort, dan moeten ze dat wel vertellen. Want anders weten wij dat niet. En dan kunnen we het ook niet corrigeren. Maar je moet betaald krijgen voor het werk wat je doet. Loop je nou tegen iets aan? Stap dan naar je leidinggevende. Kom je er dan echt niet uit en denk je dat je echt gelijk hebt? Mail mij dan. Ja.
En abonneer je meteen even op ons kanaal als je meer van dit soort verhalen wil zien. En dan zien wij je een volgende keer. Doei! Doei.